We bekijken nu de verschillende lagen volgens het OSI-model. Dus de hoogste laag is de applicatielaag. De laag daaronder, presentatie. Dan de sessielaag. De transportlaag. De netwerklaag. Data linklaag. En als laatste de onderste laag, fysische laag. We beginnen met de hoogste laag, de applicatielaag. Daar heb je de typische bekende protocollen zoals Telnet, als je een remote verbinding wil naar een andere machine. Dat is niet beveiligd, er bestaat ook een beveiligde variant SSH. FTP bijvoorbeeld is een applicatieprotocol om files, een file transfer te doen, bestanden over te pompen. HTTP is een bekend protocol. Van FTP bestaat ook een variant, TFTP. Dat is, FTP werkt met TCP verzekerde pakketten, TFTP met UDP pakketjes die dat misschien niet toekomen. Dat komen we later ook nog tegen. SMTP bijvoorbeeld voor mail. Dat is voor laag 7, de hoogste laag, applicatielaag. Laag 6 dan, de presentatielaag. Bij de presentatielaag gaan we moeten bepalen hoe dat je iets presenteert, iets weergeeft. Dat kan gewoon tekst zijn. Dan moet bijvoorbeeld een browser tekst weergeven. Komt hij een printje tegen? Er bestaan al verschillende formaten van. Dan moet hij gaan kijken hoe dat hij dat printje best kan weergeven. Voor een filmpje ook bijvoorbeeld, of voor muziek. Hoe moet hij dat gaan afspelen? Dat gebeurt allemaal in de presentatielaag. De sessielaag is misschien onduidelijk voor sommigen. Dat is eigenlijk het opzetten van verschillende sessies. Als je bijvoorbeeld in een browser verschillende bestandjes gaat downloaden. Ik download een film. En ik ga tegelijkertijd nog een tweede film downloaden. Of ik doe een andere tab van de browser open. Dan ga je dus bijvoorbeeld hier twee sessies hebben vertrekkend vanuit diezelfde browser. Of ook bij FTP 2 FTP sessies om tegelijkertijd verschillende bestanden over te pompen. Dat gebeurt in de sessielaag. Transportlaag dan. Bij de transportlaag ga je eigenlijk twee verschillende soorten kunnen hebben. Ofwel werk je met TCP, de Transmission Control Protocol, dat is de betrouwbare versie van het transport. Dat betekent dat je daar bevestiging gaat gebruiken, of acknowledgement, dat je pakketten zeker toekomen. De niet betrouwbare variant is UDP. UDP gaat eigenlijk gewoon pakketjes opsturen. Als die dan niet zouden toekomen, dan is dat zo. Bijvoorbeeld voor de tijd weer te geven in een netwerk via NTP. Network Time Protocol. Ja, als er dan eens een keer de juiste tijdsindicatie wegvalt, dan is dat niet zo erg en dan wordt UDP gebruikt. TCP bijvoorbeeld voor FTP ga je dat nodig hebben, dat die files zeker juist aankomen. Voor HTTP ook. Dat zijn de betrouwbare verbindingen. De netwerklaag komen dan aan, dat is laag 3. De netwerklaag, daar heb je eigenlijk in het, binnen het netwerk, ga je daar adressen moeten toekennen. Adressen die dus een uniek adres, zeg maar, per client, per server, zodat je weet waar een pakket vertrekt en waar het ergens toe komt. Dus typisch daarbij is bijvoorbeeld een IP-adres, een internetprotocol-adres, dat gaat een unieke nummer in de wereld kunnen weergeven. Vroeger bestond er nog een variant van IPX voor novel netwerken.
En dan komen we aan de datalink laag. De datalink laag, ja, die gaat zo typische protocollen hebben, zoals Ethernet, de vroegere Token Ring of HDLC bij ISDN, PPP, point-to-point verbinding. De datalinklaag, wat dat we daar vooral bij nodig hebben in het overzicht hier, is dat er een Ethernet-adres of een MAC-adres gebruikt wordt. Elke netwerkkaart of elk toestel dat in verbinding staat met een netwerk, dat heeft een unieke code, zou uniek moeten zijn, in de wereld toegekend. En dat is het MAC-adres. Dat gaan we daar tegenkomen. En dan tenslotte de laagste laag, de fysische laag. Bij de fysische laag ga je eigenlijk gewoon moeten zeggen van hoe dat uw data gaat getransporteerd worden. Ga je bijvoorbeeld afspreken, ja, plus 5 volt, dat betekent dan dat mijn bit op 1 staat, min 5 volt, dat is mijn bit op 0 staat, of varianten daarvan. Dat kan ook een bepaald lichtsignaal zijn, een kleur, een laser bijvoorbeeld, die met verschillende kleuren verschillende frequenties gaat doorsturen. Elke kleur of frequentie gaat een signaal kunnen en geeft een datasignaal weer. En dat is eigenlijk die afspraak die bij de fysische laag staat. Dit is eigenlijk het OSI-model. Nu gaan we zien dat bij het TCP-IP-model die drie bovenste lagen, dat dat eigenlijk samengevoegd wordt. Het OSI-model is een soort logisch model, conceptueel model opgemaakt, goed om een netwerk te bekijken, maar in de praktijk gaan die lagen, de applicatie, presentatie en sessielaag, gaan die allemaal door de applicatie eigenlijk gebeuren. Neem bijvoorbeeld een browser, een internetbrowser, die gaat gewoon die drie dingen doen. Dat is de applicatie die dat je gebruikt. Die presenteert alle data en die gaat zelf sessies gaan opzetten. Of een FTP-client, die gaat dat ook allemaal zelf doen. Dus vanuit de software gezien, horen die drie samen. En dan kom je eigenlijk in een vijflagig model. Of ook wel het TCP-IP-model genoemd. Dus dat is het meer reële model dat we gebruiken dan het OSI-model. Het OSI-model werd eigenlijk uitgevonden door zeg maar een bende nerds die dat daar een model wouden op plakken. In de praktijk gebruiken we TCP-IP. We bekijken nu terug vanuit het TCP-IP-model de manier waarop dat pakketten eigenlijk door een netwerk gaan. Dus bij TCP-IP is dit eigenlijk de applicatielaag. Aangezien dat allemaal samen in de applicatie zit. Wat gebeurt er nu als ik met mijn browser ga surfen? Ik vraag een pagina op, dan ga ik data moeten gaan versturen. Dus ik stel dat eerst de data voor als een stroom gegevens die dat ik heb. Hier staat bijvoorbeeld in welke site ik ga opvragen of welke pagina op een bepaalde site ik ga hebben. Dat is mijn data. Dat is in de applicatielaag, dat pure data. Dat kan ook een printje zijn of tekst, of weet ik veel. Dat komt in de transportlaag. In de transportlaag, ja, daar ga je eigenlijk die data gaan opdelen in segmenten, in stukken. Segment. Waarom kap je dat in stukken? Omdat dat niet door alle netwerken zal geraken. Als dat heel veel data zou zijn, en de CD-ROM bijvoorbeeld, die ik ga doorsturen, uploaden, ja, dan gaat dat nooit in één keer één groot pakket kunnen gaan. Dus bij de TCP-laag gaan we dat in segmenten opdelen. Diezelfde data gaan we dus in stukken kappen. Belangrijk daarbij is dan dat je die segmenten nog wel kan terug samenstellen. Dus wat dat er zeker nodig gaat zijn bij TCP is een volgnummer. We gaan een nummerke op die segmenten plakken. Nummerke 1, 2, 3, 4. Voilà. Want als dat over internet gaat, dan kan dat via verschillende wegen gestuurd worden. En dan kan het best zijn dat dat eigenlijk niet
in de juiste volgorde toekomt. En dan moet degene die dat gaat ontvangen, die volgorde terug kunnen herstellen. Het is ook zo dat hij dat eigenlijk gaat nakijken. Er zit een checksum op pakketten, die nakijkt of dat wel alles juist is toegekomen. Als er bijvoorbeeld pakket 1, 2 en 4 toekomt, weet hij dat 3 niet ontvangen is. Die kan pakketten gaan bevestigen. Dat gebeurt met een acknowledge pakket, dat is een bevestiging dat er een segment van de transportlaag is toegekomen. Een ander ding dat daar ook bij komt kijken zijn poortnummers. De client bijvoorbeeld gaat een poort hebben groter dan 1023. De server die gaat een well-known poortnummer hebben. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld poort 80, als dat een HTTP-server is. Dat zijn poorten die daar vast liggen waar je mee kan verbinden. Die op voorhand afgesproken zijn eigenlijk. Goed, dit is de TCP-laag. Ik moet al die gegevens zoals volgnummer, bevestigingsnummer, poortnummer, die moet ik eigenlijk bij mijn pakket, bij mijn segment gaan stoppen en die zet ik in een header. Dat is de TCP-header. Die komt er eigenlijk voor mijn pakket te staan. Zet ik de T van TCP-header, dat die gegevens daarbij zet, zeg maar. Volgende laag, de netwerklaag. In de netwerklaag gaat hij moeten kijken, bij een pakket eigenlijk zeggen, wat het bron- en het doeladres is. Ik spreek hier van een pakket dat ik aan het maken ben. Dus ik moet bij diezelfde gegevens moet ik gaan bijhouden, buiten die transportheader stond er hier al bij, ga ik nog extra informatie nodig hebben. Ik ga de informatie nodig hebben waar het eigenlijk naartoe gaat en welk adres dat moet zijn. En ik heb daar dus twee adressen voor nodig. Het IP-adres van de bron, zeg maar, van mijn client. Ik heb ook een IP-adres nodig van mijn doel, de server, waar ik iets op ga halen. Die gegevens, die ga ik ook in een header moeten steken. Dus dat noem ik de IP-header. Een i ervoor. Dus dat steek je bij IP versie 4, 2, 32 bit adressen van de bron en het doel, die steken daar eigenlijk bij. En dan als laatste, of voorlaatste laag, heb je de datalinklaag. De datalinklaag, het belangrijkste wat daarbij komt kijken, een frame is dat. Dat ga je eigenlijk moeten onthouden. Wat het MAC-adres is. Dus het Ethernet-adres. Dat heb je sowieso nodig van het bron. En dat heb je ook nodig van het doel. Dus dat is eigenlijk de afspraak die er bij TCP-IP is. Hoe dat een pakket er juist moet uitzien. Of welke gegevens er allemaal in een pakket moeten staan. Er zijn ook twee poorten. Een bronpoort en een doelpoort dat ik eigenlijk heb. Die gegevens, dat komt er extra bij. Dus ik had hier al staan IT. En daar komt ook nog eens een keer mijn datalinklaag of ethernetlaag bij met een checksum over heel het pakket. Dus mijn pakketten gaan er dan als volgt uitzien. Checksum. En die data wordt uiteindelijk doorgestuurd met stroompjes of spanningsjes en met lichtsignalen, maakt niet uit, of door de lucht, om aan de andere kant te geraken. Belangrijkste is hierbij is dat als je één pakket eigenlijk wil samenstellen, dat je al die gegevens nodig hebt. Dus je moet poortnummers toekennen, je moet een IP-adres hebben, je moet een MAC-adres hebben van alle twee. Dus elke keer dubbel als je echt een pakket wil gaan samenstellen. Ik overloop nog eens de werking van TCP-IP aan de hand van een voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een client en die zit op zijn laptop en die wil surfen naar een server, bijvoorbeeld de server www.kdg.be.
Voilà, de webserver van KDG. Dan gaat hij dus eigenlijk een pakketje moeten sturen naar die server voor die webpagina aan te vragen. Ik ga voor het gemakkelijk te maken de client C noemen. En ik ga de server S noemen. Voilà. Wat heb ik daarvoor nodig? Eén, ja, die browser van die client die gaat data opsturen. In die data staat bijvoorbeeld dat die HTTP gebruikt, dat die een get gaat doen van www.kdg.be. En nog wat informatie. Dus daar vraagt hij de pagina mee op. De volgende stap, wat daar eigenlijk bij komt, binnen mijn pakket, wat ik nodig heb voor mijn pakket klaar te maken, is een poortadres. Dat is de transportlaag. Ik heb een poortadres nodig van de client. En ik heb ook een poortadres van de server nodig, anders kan ik mijn pakket niet maken. Een poortadres bij de client, bij de afspraak bij TCP/IP is, in de RFC's, in de Request for Comments, is de afspraak dat je poortnummer van de client altijd een poortnummer hoger is of groter dan 1023. Dat is de afspraak. Dus dat kan ik eigenlijk invullen. Dat mag at random iets zijn. Maximum 16 bits is dat tot 65536. De poortnummer van de server, dat zijn de well-known poortnummers. Dus dat is een vastgelegde lijst van waar uw server op moet draaien. Bijvoorbeeld hier is dat een webserver. Dat gaat mijn browser automatisch zoeken naar poort 80. Want dat is een well-known poort waar het een webserver op draait. Je kan zelf je servers ook op andere poorten draaien. 81, maar dan weet die browser dat niet vanzelf. Dus die heb ik eigenlijk al voor mijn pakket, de poortnummers. Volgende wat ik moet opzoeken is het IP-adres. Dat is de IP-laag. Ik heb het IP-adres nodig van de client en ik heb het IP-adres nodig van de server. De client zijn IP-adres, ja, ofwel heb je dat fixed ingesteld, hè, dus dan ga je naar de properties van je netwerkkaart en je vult dat IP-adres in met die mask erbij, ofwel heb je dat toegekend gekregen door DHCP. Bijvoorbeeld als je op de campus verbindt met je laptop, dan krijgt die van de DHCP-server een adres toegekend om in dat netwerk te werken. Dus dat is het IP-adres van de client. Voor het IP-adres van de server, dat geef ik eigenlijk niet mee. Het enige wat ik doe is, ik vraag het adres van, of ik vraag iets van de website van www.kdg.be. Dus daar heb ik een DNS-server voor nodig. Die kan je ook fixed instellen, ofwel laat je die ook via DHCP toekennen. Dan weet je waar die DNS-server is. En die DNS-server die gaat kunnen zeggen, ah, www.kdg.be, dat is op dat bepaald IP-adres. Dus die geeft mij eigenlijk het IP-adres van de server terug. Dus dan heb je de IP-adressen. Laatste wat we nodig hebben voor het pakket op te maken, is een MAC-adres. Het MAC-adres van de client en ook het MAC-adres van de server. MAC-adres van de client, ja, als je bijvoorbeeld het commando ipconfig geeft op Windows-systemen of ifconfig op Linux-systemen, dan krijg je het MAC-adres te weten. Dus die kan eigenlijk, het is zijn eigen netwerkkaart, dus hij weet zelf wel zijn MAC-adres te vinden. Dat is oké. MAC-adres van de server, dat is meer een probleem. Het MAC-adres van de server, die server staat aan de andere kant. Daar is een protocol voor uitgevonden om een MAC-adres aan iemand te vragen en dat heet ARP. Dus ARP, Address Resolution Protocol, dat gaat een pakketje in het netwerk sturen en zeggen en vragen van, ja, wie heeft er, kan de server met IP-adres 1.2.3.4, kan die zeggen welk MAC-adres hij heeft. Dus daar heb je ARP voor gezonden. Staat die server lokaal, dan gaat hij dus antwoorden met zijn MAC-adres. Nu, in dit geval, als je via internet op een webserver gaat gaan, dan staat die server niet meer zo dichtbij. En misschien voor kdg.be zou je dat nog kunnen doorsturen, dat ARP-request. Maar denk er eens aan dat je bijvoorbeeld naar Amerika gaat surfen en een MAC-adres van een of andere server in Amerika nodig hebt. Eigenlijk doet dat MAC-adres er zo niet toe. Dus daar is de afspraak dan. Dus meestal gaat dat zo gebeuren dat de router
die dat u gaat verbinden, die geeft zijn MAC-adres in de plaats. En dan is die client tevreden op dat moment. En dan kan die zijn pakket eigenlijk samenstellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste hier. Dus dikwijls het MAC-adres van de router. Als je een lokale communicatie hebt, twee clients bijvoorbeeld die onderling communiceren, zullen die wel aan elkaar het MAC-adres gaan vragen. En dat MAC-adres wordt ook gestockeerd. Dus ik ga niet elke keer dat ik een nieuw pakket nu ga opmaken, ga ik niet al die stappen opnieuw moeten doorlopen. Ik heb een ARP-tabel waar alle MAC-adressen bijvoorbeeld die dat ik het laatst gebruikt heb, die ga ik stockeren. Die zijn IP-adres gemapt aan MAC-adres, zodat ik dat niet elke keer opnieuw moet opvragen. Dus één keer dat je al die gegevens hebt, de data, de twee poorten, de twee IP-adressen, de twee MAC-adressen, vanaf dan kan je eigenlijk je aanvraag doen aan de server. En dan kan die server de webpagina die dat je hebt aangevraagd terug gaan sturen.